Dat de Vierdaagse anders is dit jaar behoeft geen verdere uitleg. Maar hoe kijkt burgemeester Bruls van Nijmegen hier tegenaan? Vierdaagse week 2020. Wat verwacht u van de aankomende week? Nou, ik denk dat de eerste plaats een stuk rustiger is. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat we het hebben over een Vierdaagse week die geen Vierdaagse kent. Dus ik denk dat we wat nostalgische mensen door de stad zien lopen, hè, die hun eigen wandeltochtje houden. Misschien nog een bescheiden feestje, maar daar verwacht ik niet veel van vanwege ook de coronamaatregelen. Het is toch best lastig om een leuk feest te houden met al die afstandsbeperkingen. Ja, verder af en toe nadenken van, oh, wat zou je hebben gedaan als het wel een echte Vierdaagse week was geweest. Het is niet anders, hè? Nee, inderdaad. Nee, maar dat is natuurlijk wel een alternatieve Vierdaagse app. En volgens mij zijn er zelfs al 18.000 mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Als deze mensen nou allemaal heel graag willen eindigen op de wedren, wat dan? Dat doen die mensen niet. Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen, want er is gewoon geen plaats natuurlijk. En ik denk dat heel veel van die mensen, ik moet ze aan nog eens allemaal zien te lopen. Ik heb geweldig veel respect voor lopers. Maar als je zonder een officieel Vierdaagse kruisje in je eigen woningomgeving moet gaan lopen, ergens in, nou noem eens wat, Zaanstad of zo, dat is natuurlijk heel anders. Als mensen zich vervolgens aan de verkeersregels houden, is het natuurlijk ook niks aan de hand. Hè. Lopen en wandelen is gezond. En waarom zou je dat nu dan niet doen? Maar ik zie niet gebeuren dat die en masse allemaal ergens heen gaan. Het zou ook onverstandig zijn, want ja, helaas, de auto's mogen dit jaar wel over de Sint-Annastraat rijden. Het is geen Via Gladiola. Ik had het liever ook graag anders gezien. Maar ook dat is zoals het is. Ik denk dat het allemaal reuze zal meevallen. Mensen zullen best wel snappen dat het erg onverstandig is om over een rijweg te gaan lopen waar ook autoverkeer langskomt. Ja, nee, inderdaad. En, maar waar baalt het nou eigenlijk het meeste van? Waarom dat zeg maar de Vierdaagse niet doorgaat? Wat vindt u het ergste ervan? Ja, dat het niet doorgaat. Want er zitten zoveel mooie aspecten en kanten aan vast. Hè. Het is niet alleen de wandelvierdaagse en de wandelers die op afkomen, de sfeer die zij maken, hun metgezellen die komen, maar natuurlijk ook de feesten. Waardoor we 7 dagen lang, 7 avonden lang, elke avond een paar honderdduizend mensen ontvangen. En je voelt die stad gewoon trillen, zinderen. Hè. Dat gevoel van die trilling, van die zindering. Ja, dat ontbreekt helemaal. We kunnen leuke alternatieven bedenken, maar we moeten wel eerlijk zijn. Het is allemaal net niet, het is allemaal surrogaat. Welke alternatieven zijn er? Om die week door te komen? Ja. Nou ja, ik mag hopen dat mensen niet zo'n saai leven hebben, dat ze, als ze geen Vierdaagse hebben, hun hele jaar is mislukt. Kijk, het is natuurlijk toch al allereerst een heel bijzonder jaar. We hebben een heleboel al moeten missen en ons moeten aanpassen sinds maart. En we hadden natuurlijk het relatieve voordeel te midden van al ellende dat we eigenlijk al eind april wisten dat er geen Vierdaagse zijn. Dus ik ga ervan uit, een heleboel mensen hebben al een keuze gemaakt, zijn bijvoorbeeld toch op vakantie in eigen land of aan het klussen aan huis. Maar je kunt nog steeds natuurlijk de stad in gaan. Hè? Ik bedoel, de horeca is open, je kunt nog steeds een filmpje mee pikken. Maar ik denk dat heel veel mensen toch ook wel hun alternatief zoeken. Hoor. Die gaan niet een 7 dagen feest vieren alsof het Vierdaagse feest is. Want die zijn er gewoon niet. En dat is jammer. Maar zoals gezegd, het is wel een relatief voordeel dat we het al vroeg wisten. Iedereen heeft zich wel kunnen aanpassen. Je maakt het gemis niet goed. Hè? Als je een horecaondernemer bent en je hebt een mooie omzet normaal. Ja, dat is echt een hele vette tegenslag. Dat geld kun je niet terugverdienen. Hopen dat we het volgend jaar natuurlijk wel goed kunnen oppakken. Maar voor mensen die de feesten bezoeken of de wandelaars. Jammer dat je er nu niet kan zijn. Maar er is natuurlijk genoeg te doen in Nijmegen omstreken om ook nog er een mooie zomer van te maken en een mooie derde week van juli. Ik ga ervan uit dat we na de zomer ons kunnen gaan voorbereiden op een prachtige editie voor zowel van de feesten als van de Vierdaagse Marsen in 2021. Een heel bijzonder Vierdaagse lied komt dit jaar van muzikant Caesar. Onlangs overleed zijn neef, met wie hij dit jaar eigenlijk voor het eerst de Vierdaagse zou lopen. Het nieuwe nummer Marching draagt hij aan hem op. Vrijdagavond vertelde hij er meer over in het radioprogramma RN7 Live. Caesar is dus eigenlijk mijn soloproject. Dus ik schrijf thuis mijn nummers en vervolgens probeer ik die laag voor laag op te bouwen thuis met bas, drums, gitaren, soms nog een synthesizer. En zang. En kan ik gewoon zonder concessies te doen eigenlijk precies maken wat ik zelf mooi vind. Je hebt ook iets bijzonders uitgebracht vandaag.
Ja. Dat heeft te maken met de Vierdaagse die dus dit jaar niet doorgaat. Vertel er eens wat over. Ja, klopt. De single Marching gaat eigenlijk over mijn neef. Of het is de neef van mijn vriendin, maar daar hadden we al heel goed contact mee altijd. En die liep vrijwel elk jaar de Vierdaagse. En die heeft in totaal 18 keer gelopen. Zo. En afgelopen jaar logeerde die bij ons, omdat wij praktisch aan de wedren wonen. Dus tijdens het wandelen logeerde die hele week bij ons. En afgelopen januari overleed hij plotseling aan een hartstilstand. Jeetje. Dus dat zag natuurlijk niemand aankomen. Nee. En dat was gewoon best wel heftig. En in de weken daarop schreef ik eigenlijk een nummer over hem. Omdat ik gewoon zelf ook nog in dat gevoel zat. In eerste instantie was het denk ik voor mijn eigen verwerking, dat nummer. En toen later ontstond het plan, ook in samenspraak met zijn vrouw en dochter. Die heb ik er in een vroeg stadium bij betrokken. Om het nummer echt goed te gaan opnemen en uit te brengen. En dat was nog wel toen nog niet eens per se corona in het spel was, laat maar zeggen. En toen op een gegeven moment bleek dat de Vierdaagse niet doorging in verband met het coronavirus. En toen moest het nummer ook nog een beetje worden bijgeschaafd om dat ook nog mee te nemen, laat maar zeggen. Dus daar heb ik ze geprobeerd. En uiteindelijk is dan de strekking van het nummer van: in eerste instantie dachten wij dat Danny als enige niet mee kan lopen dit jaar, omdat hij er ineens niet meer is. Ja. Maar nu komt het eigenlijk op neer dat niemand de Vierdaagse kan lopen, omdat hij niet doorgaat. Maar Danny loopt zijn eigen Vierdaagse wel, alleen dan daarboven, tussen de sterren. Ja. Dit jaar overleed onze collega Freek Mulder. Freek was jarenlang onze man op de wedren en daarmee onze Mr. Vierdaagse. Collega Gerry van Kampen maakte het volgende eerbetoon. Ja, als ik deze klanken hoor, Gerry, dan moet ik er meteen weer aan denken. En ik denk jij ook. Ja, heel erg. 5-star. Ja. Rain or shine. Ja, prachtige plaat. Ja. En wat Freek, zeg je dan? Ja, Freek. Ja, alleen maar Freek. Toen al en nu nog steeds. En dat zal altijd zo blijven, denk ik. Dat is ook altijd zo geweest inderdaad. Want dat was al bij Delta. En dat is bij Keizerstad. Want daar kwam hij natuurlijk later terecht. Onze eigen clubpie. Ja. Daar was deze plaat natuurlijk ook. Als je 5-star draaide. Dan hij bracht hem wel mee, hoor. Hij bracht hem wel mee van Delta. Hij bracht hem zeker mee. En als hij hem hoorde, kwam hij zelfs zingend de trap af. het is gewoon onvoorstelbaar. Ja, Freek. Hij volgde Marcel op. Marcel Spijkerman bij Keizerstad. Zijn maatje voor het leven. Samen stonden ze in de wieg, volgens mij. Dat kun je wel zeggen. Ja, die stonden samen in de wieg en in de box. En die hebben echt 2 handen op 1 buik. Ja. Want als er iets bij Roel gebeurde, dan was er iets bij Freek. En vice versa. Ja, geweldig. Heel bijzonder. Okay, weet je wat hij ook bijzonder vond? Ja. Dit vond hij ook bijzonder. Het kan heel gek zijn, hè? Maar als je je ogen dicht doet, hoor ik hem gewoon zingen. Ja, hij zong het altijd mee ook. En altijd. Keihard. Ja, en hij kent echt elk zuchtje in een jingle, elk fragmentje. Hij weet het gewoon te brengen. Ja, heel bijzonder allemaal. Dat soort hele mooie herinneringen aan onze Freek, jeetje. Ja. Ik zit te denken, want wij zitten nu zeg maar hier een beetje op tv. Ja. Daar zitten we dingen te doen. Het is maar goed dat er geen camera's waren toen. Nee, toch. Als we toen camera's in de studio hadden gehangen. Dan was die denk ik een landelijke bekendheid geworden. Dat denk ik haast van wel. Dan had John de Mol ongetwijfeld gebeld. Dit is een ding dat zeker is. Want Freek was natuurlijk veelzijdig. Hè? Want Freek deed niet alleen radio. Freek deed niet alleen jingles maken. Freek ging ook in het vuurwerk. Ja, dat deed hij ook. Ja. En dat doen wij allemaal eigenlijk. Ja, dat doen we allemaal. Dus op een of andere manier kwamen we elk jaar aan het eind kwamen we samen. Ja. En gingen we met z'n allen aan de vuurwerk verkopen. Dat waren 3 geweldige dagen altijd. Freek altijd veel langer. Die was met Ignas natuurlijk al de boel aan het opbouwen. En alles aan het inrichten en alles aan het doen. En Poldommen heb ik op het afgelopen jaar gemist. Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben het nog een paar keer geprobeerd. We hebben hem gebeld van: goh, Freek, kom even een uurtje. Maar hij was gewoon te moe. Hij kon niet meer. Weet je wat ook Freek is? Nou? Ja. Ik zal je een guilty pleasure bekennen. Al die platen van hem heb ik in een Spotify-lijstje gezet. Want dat is gewoon, ja, dat doet mij aan Freek denken. Maar ook aan Keizerstad, daar ben ik eerlijk in. Het is niet alleen Freek. Maar dit was wel een hele echte ook, hoor. Dit. Ja, zeker.
En die intro's, hè, hij maken ze ook strak vol, hè? Introplaten. Dat deed hij, dat deed hij. Dat kon hij als geen ander. Ja, ja. Timing, dat was zijn dingetje. Ja. Hij was trouwens ook, moet ik je wel even. Hij was ook wel van de hele slechte muziek. Nou, hij was van de foute muziek, ja. Ja, nou, zo mag ik het ook noemen, slechte muziek. Dit bijvoorbeeld, dit is echt. Dit kan ik even iets verder zetten. Ja. Je kunt het niet bedenken. Is dit Italo Disco? Hoe noemen we dit? Ik heb geen idee. Zo'n naam kreeg het in ieder geval. Maar dit is wel muziek die Freek mooi vindt. En zo gingen we ook altijd met een groepje één keer per jaar of twee keer per jaar. Soms ook wel als we heel veel geld hadden. Gingen we uit eten. Ja, de Chinees. Elk Chinees restaurant kent ons. Ja. We vroegen altijd door standaard om een ronde tafel. Freek zat, nou ja, niet in het midden, maar Freek zat ook bij ons aan tafel. En de ronde tafel zit je altijd in het midden. Ook dat. Maar het grappige was, eerst lekker eten en dan veiligheid. Dat zei hij altijd, ja. Dat zijn de standaardwoorden. Eerst veiligheid en dan genieten. Nee, andersom. Nee, andersom. Eerst genieten en dan veiligheid. Ja, dat is Freek. Oké, ik ga hem nooit vergeten. Freek, het ga je goed. Hou maar met ons mee. Je voelt de pijn.